De tuin gaan we in. En dat doen we vanaf deze week met Hans Hendricks. Hans uit Espel, hè? Kom je? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Fijn dat je er bent. Ja. Waar wil je het over gaan hebben vandaag? Ik wil het eigenlijk over iets eenvoudigs hebben. Het snoeien van de tuin. Het snoeien van de tuin. Kan je nu nog snoeien? Want ik had het toevallig van het weekend nog over bijvoorbeeld coniferen. Of mag je die het hele jaar door snoeien? Nou, coniferen mag je snoeien. Ik wil trouwens eerst even zeggen van dat ik het eenvoudig wil houden. Ik heb het hovenierswerk is inderdaad een oud vak. Ja. Een van de oudste vakken die er bestaan. Ja. Dus één beroep wat ouder is. Dat, ja. dat weten jullie waarschijnlijk wel. Het oudste beroep ter wereld. Ja. Ja, Timmerman. Timmerman, ja, ja. Inderdaad. Zitten we op één lijn. Ja. Maar inderdaad, er zijn dingen die je nog wel kunt snoeien en niet kunt snoeien. Mm-hmm. Er wordt me vaak gezegd van, en zeker omdat er de laatste tijd heel veel mensen die gaan snoeien. En dan op een gegeven moment dan weten ze niet meer hoe ze moeten beginnen. Het is, hoe moet ik het zeggen? Je weet niet waar je moet beginnen met snoeien. Is dat het? Nee, je weet niet waar je moet beginnen. Op een gegeven moment, het seizoen begint. Ja. En dan is het de vraag van, wat gaan we snoeien? En wat nog niet of wat moet later? Wat moet later inderdaad. Ja. Is er een soort van pijldatum voor vanaf nu mag je gaan snoeien, zeg maar 1 februari of eind februari of zo? Of moet je gewoon naar je tuin kijken en denken van, het begint een beetje bijna uit te lopen of zo? Of? Als de winter voorbij is, dan zit je in begin maart, zeg maar. En dan wil je graag gaan snoeien. En dan is het de vraag van, wat wil je snoeien en wat ga je snoeien? Maar heel veel mensen denken van dat dan alles gesnoeid moet worden. Maar zo is het in principe. Gewoon heel rigoureus, alles kort. Alles kort, ja. Nee, dat klopt. Ben er wel eens vanaf natuurlijk. Ja, van alles bijna ook dan. Ja, precies. Ja. Dat komt ook niet meer terug ook. Ja. Maar waar beginnen we mee? Wat is meestal een van de eerste die we snoeien? Nee, maar goed. Het verhaal is inderdaad, je begint te snoeien. En dan ga je op een gegeven moment kijken wat er gesnoeid kan worden. Als er op een gegeven moment hoe moet ik zeggen? Ik weet niet wat je... Vertel eerst even. Wat is meestal een van de eerste bomen die gesnoeid moeten worden? De struiken die vroeg bloeien, die snoeien in principe niet. De struiken die op een gegeven moment... Wat zijn dan struiken die vroeg bloeien? Ik weet daar niet zo heel veel van. Nee. Wat zijn vroegbloeiers bijvoorbeeld? Kun je de naam van wat de meeste mensen in de tuin hebben staan, zeg maar, meest gangbare? De forsythia, de colquitia, de ribes. Dat zijn struiken die je op een gegeven moment zegt van, die snoei je niet. De andere struiken die kun je eigenlijk altijd wel snoeien. Het is ook de vraag van, het is ook geen wet van meten en persen vaak. Hè? Als je op een gegeven moment de struiken, hoe zeg je dat? Welke struiken je wil snoeien? Ja, nou goed, de bomen die je snoeit, die pak je meestal in de winter. Mm-hmm. En de struiken pak je in het voorjaar. Ja. En die bladverliezende struiken, die je dan... Ik ging even af trouwens. Ja. Maar je moet op een gegeven moment de keuze maken van wat snoei je en wel en wat snoei je niet. Dus op een gegeven moment dan ga je... Heel het, dan heb je de hele tuin wel gehad op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Hè? Dat het in fases gaat. Ja. Maar zoals over die coniferen. Mag je coniferen het hele jaar door snoeien? In de winter snoei je coniferen niet. Maar in principe kun je heel het jaar door de winter, of heel het seizoen de coniferen snoeien. En zoals nu, weet je, dan is het warm en zo. En dan behoorlijk hoge temperaturen. Mm-hmm. Moeten we dan ook nog wel snoeien? De coniferen en de buxus, dat soort struiken, die snoei je niet, want dat is inderdaad te warm voor. Mm-hmm. Struiken die pak je op een gegeven moment wel. En dan, dat maakt op zich niet zoveel uit wanneer of het warm is of niet warm is natuurlijk. Nee, en dan moet je ze kort snoeien en moet je ze daarna nog verzorgen of zo? Als je die, als je het gesnoeid hebt, dan is het... is het in principe klaar natuurlijk. En verzorgen, dat heeft dan op zich... Dat is de verzorging eigenlijk al een beetje geweest natuurlijk. Als je maar goed scherp gereedschap, hè? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is het belangrijkste inderdaad. Okay. En we gaan het hebben over ver en inplanten. Zo moet ik het zeggen, hè? Zeg je dat goed? Ja, ver en aanplanten. Oh, aanplanten. Wat is het verschil?
Nou ja, verplanten. De vraag was misschien ook een beetje van hoe. Kun je nog planten? Dat is vaak een vraag die ik nog wel eens gesteld krijg. Je kunt hartstikke goed planten nu aanplanten. Als het maar in de pot staat en als je die haarwortels maar niet beschadigt, dan kun je hartstikke goed inplanten en water geven nu. Het is natuurlijk maar niet in de tuin planten, zeg maar. Gewoon in de tuin planten. In de borders. Ja, nee, de borders. Maar goed, de tuin is de borden natuurlijk. Daar kun je goed inplanten. En dat gaat nu hartstikke goed als je maar water geeft. Ja. Alleen verplanten, dat is weer een ander verhaal. Als je dingen gaat verplanten in de tuin, want dat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook nog wel eens gedaan of geprobeerd. En dan wordt er wel gezegd van, nou ja, ik geef de plant wel water. En, komt wel goed. Dat komt allemaal wel goed. Maar dat moet je nou niet meer doen. Kijk, de plant is nou aan het groeien, die zit volop in het blad. Die moet je echt niet gaan verplanten. Dat is niet handig. Maar is er ook geen redmiddel of een labmiddeltje voor of zo? Dat je zegt van, als je het dan doet, stel je gaat verhuizen, weet je wel. En die prachtige rhododendron zit emotionele waarde aan. Dat moet je echt niet doen. Dan moet je gewoon niet aan beginnen. Dat is gewoon einde verhaal. Kijk, als je met vaste planten, dat zijn dan de kruidachtige planten. Ja. Zoals een vrouwenmantel en vinca's en dat soort werk. Dat zou nog een keer kunnen als het dan niet al te warm is en je geeft veel water dan. Is daar nog een kans in dat het nog wel wat door gaat groeien. Maar struiken en bomen moet je echt niet gaan doen. Nee. En sowieso moet je oude struiken en bomen die wat ouder zijn niet gaan verplanten. Want die zijn al zo ver vertakt in de wortels, dat gaat nooit meer goed? Ja, nee, daarom, dat is niet goed. En ook als het in de rustperiode kun je dat op zich nog wel eens proberen. Als ze niet oud zijn, maar als ze wat ouder zijn, dan is dat niet handig. Dan gaat het eigenlijk bijna altijd mis. Je ziet nog wel eens een keer dat mensen inderdaad, wat jij ook zegt, gaan verhuizen. En dan nemen ze een grote hazelaar mee of een grote linde of weet ik veel wat. Ja. En dan wordt dat met een kraantje eruit gehaald en in je nieuwe tuin geplant. Maar dat gaat eigenlijk nooit goed. Dat gaat bijna nooit goed. Kijk, als je 1 of 2 jaar staat, dan gaat het vaak nog wel. Ja. Dan is het nog te doen. Maar goed, wat je dan wel kunt doen is proberen, als je dat echt per se moet en je wil wat proberen, dan kun je het nog wel eens een plant voorbereiden om te gaan verplanten. Dan moet je eigenlijk een jaar van tevoren al voorzorgsmaatregelen nemen en die plant wat rondsteken, die wortels doorsteken, mm-hmm. goed water geven, dat die haarwortels gaat maken. En als je dan genoeg haarwortels heeft, dan wil het vaak nog wel eens lukken. Dus dat zijn wel belangrijke dingen om in acht te nemen. Maar niet als je op een gegeven moment in februari de plannen hebt om te gaan verhuizen en in maart denkt van, nou, ik ga nou eens eventjes de boel lossteken en ik ga de boel meenemen. Gewoon niet aan beginnen. Dus kun je beter gewoon alles nieuw kopen en alles opnieuw. Nee, verspilde energie kost vaak een hoop energie. En moet je ook nog weer een nieuw boompje kopen. Ja, en inplanten dan? Hè? Ik bedoel, hoe doe je dat? Oké, kuiltje graven, maar moet je er dan eerst nog bemeste tuinaarde ook ingooien? En nog wat goed, water dat je goed water inderdaad, maar dat die grond goed los is belangrijk. En dat je daar wat spul omheen gooit. Potgrond, tuinturf, vivimus is ook een goede. Wat zijn vivimus? Ja, vivimus is eigenlijk wat op organische basis ook een veenproduct wat goed water vasthoudt. En ook die wortels goed van vocht voorziet. Dat is wel belangrijk. Geen bemeste tuinaarde wordt ook vaak gedaan. Bemeste tuinaarde is vaak compost. Bijna 100% compost. En compost is ontzettend scherp. Zuur. Nee, zouten. Zouten mineralen. En dat is niet goed voor? Dat is, nee, dat verbranden ze. Ja, zo ja. Wat doorheen gemengd is prima, maar zeker niet puur bij de wortels gooien. Dat is okay. En water geven? Vooral in deze periode, denk ik, hè? En water, ja, tuurlijk. Veel deze water. Dag, elke dag? Ja. Als je nu nog je gazonnetje wil aanleggen, is dat nu ook een goede tijd? Veel zon gras, en dan lekker 's avonds of 's nachts water geven? Groeit het dan goed of verbranden de zaadjes nu ook? Als je gras gezaaid hebt, wil je? Ja, als je nu wil gras zaaien. Zeg maar, je hebt nu sowieso is het, als je gras gaat zaaien, kun je betere momenten afwachten dat het wat vochtiger is. En zeg maar een paar dagen wat geregend heeft, komt het wat, en je verwacht wat regen. Dat is eigenlijk het juiste moment. Wat gras zaaien kun je in principe ook altijd. Oh ja. Alleen in de winter niet. Dus alleen als het maar wat vochtig is, niet zou ik het niet doen. En dan kun je wel water geven, maar het verdroogt harder. Het verdampt harder als dat het, dan dat het op. En dat helpt niet met langer sproeien of zo? Nou ja, dan zou je hem dagelijks gewoon heel dag aan moeten zijn. Bijna heel dag aan moeten zijn. En dan verdampt er heel veel. En dat is zonde van het leidingwater vaak. Ja, precies. Okay. Handige tips wel gekregen van je vandaag, Hans. Zeker.